Hey YouTube, tof dat je kijkt. Weer een nieuwe review hier bij Thomas Opent. Met Faro. Faro. Wat is Faro? Faro is een lambiekenbier. Bier gebaseerd op lambiek, zoals bijvoorbeeld geuze, kriek, dat soort dingen. Het is een bierstijl die je eigenlijk heel weinig nog ziet. Het is van oorsprong komt het uit de 18e eeuw, 1700 nog wat. En het is lambiek gemixt met kandijsuiker, waardoor je dus een zoet-zuurig bier krijgt. Ongeveer begin 1900, zo'n beetje net na de Eerste Wereldoorlog, werd het bier steeds minder populair. Om twee redenen. Pils kwam echt in opkomst. Het was echt de nieuwe volksdrank. Dat begon toch iedereen eigenlijk echt te drinken. En de hoge kwaliteit lambiek werd gebruikt voor geuzen. Wat ook steeds populairder aan het worden was. Dat was echt de opkomst aan het doen. En de slechtere kwaliteit lambiek werd dus gebruikt voor de Faro. En als ik me niet vergis werd toen ook afgestapt van de kandijsuiker en werd gezoet met saccharine. Ja, dat waren allemaal redenen waarom op een gegeven moment jarenlang Faro bijna niet meer gedronken werd. En een beetje in de jaren 70 van de 20e eeuw kwam het weer een beetje in opkomst. Maar het is nooit meer echt geworden wat het ooit was. Je ziet het heel weinig. Volgens mij Lindemans is een van de weinigen die het nog maakt. Ik had ergens begrepen dat Boom ook nog Faro maakt, maar om eerlijk te zijn, ik weet het niet 100% zeker. Dat zou je echt eens moeten googlen. Maar het is wel een leuk bier om eens te proberen. Ik heb het al eens eerder gehad, een aardige tijd geleden, ongeveer een jaartje geleden volgens mij. Misschien zoiets pak een beetje. En ik had zoiets van, nou ja, weet je wat, ik heb er nog een flesje van staan. Die ga ik eens even reviewen. Deze is dus van Lindemans, zoals ik zei. Lindemans, bekend van ja, heel veel zuurbieren, geuzes, krieken. Bij Lindemans raad ik altijd aan, ga voor de cuvée Venetiës. In de gewone oude geuze, de gewone oude kriek. Daar wordt ook, als ik me niet vergis, stevia gebruikt als zoetstof. Om het iets toegankelijker te maken. Nou, stevia is natuurlijk wel een natuurlijke zoetstof. Maar alsnog, het heeft geen toevoeging. En de cuvée Venetiës is gewoon echt geuze. Lambieken van verschillende leeftijden geblend tot. En bij de kriek natuurlijk inderdaad met zure krieken, de zure kers. Ik heb even een andere soort opener gepakt, want ik weet dat, of ik weet het niet 100% zeker, de laatste keer dat ik een Faro had van Lindemans was het een 25 centiliter flesje, dat was gewoon kroonkurk. Hier zit ook wel een kroonkurk op, of een kroondop, maar met deze stijl flesjes wil er ook nog wel eens een kurk onder zitten, dus ja. En zoals je kunt zien, uiteraard, hashtag proper glassware. Ja, ik ga eens kijken of er een beetje van die folie is wat ik kan verwijderen, want als dat een beetje in het bier komt, vind ik dat ook eigenlijk wel heel erg zonde. Ja, zoals jullie weten, ik ben gek op zuurbieren en een van de zuurbieren waar ik heel erg gek op ben, dat is, ja, zoals ik trouwens gelijk, er zit inderdaad een kurk onder. Haha, goed dat ik die dus gepakt heb. En een van mijn favoriete bieren is toch echt, zuurbieren zijn bieren gebaseerd op lambiek. En dan hebben we het voornamelijk over geuzes en inderdaad krieken. Ik heb nog ergens een 75 centiliter fles staan van een Lindemans cuvée René kriek. Ja, misschien dat ik die binnenkort ook maar eens moet gaan reviewen. Of leuk voor een bottle share natuurlijk. Nou, dit kan nog even duren, dus we kletsen gewoon even vrolijk door. Kan zijn dat er straks nog wel eens een keer ergens wat ingeknipt gaat worden. Dit is leuk. Hij doet niet wat hij moet doen. Oh ja, nu wel. Goed. Het is altijd wel leuk, hè, een kurk. Het enige wat ik altijd vervelend vind met een kurk is, ja, gaat die gasje of niet? Want het is natuurlijk een zuur bier. En ja, dat wil nog wel eens een klein beetje gasjen als je niet voorzichtig bent. Dus we halen het er heel voorzichtig uit. We gaan nog even doorkletsen. La la la. Kent iemand nog een goede mop? Nee, jammer. Ik ook niet namelijk. Ik ben niet de beste moppetapper die er is. Heel voorzichtig. Even met die kurk, hè. Ik ken mensen die vinden het heel leuk. Ik heb hem heel voorzichtig laten sissen. Ik ken mensen die vinden het zo gaaf. Die willen dan inderdaad die kurken laten knallen. Als je een kurk laat knallen, jongens, het klinkt natuurlijk hartstikke leuk, maar al het koolzuur gaat eigenlijk in één keer uit het bier. En dat is zonde, want koolzuur heb je wel nodig. Het is een, het draagt smaak. Zoek maar eens op Google, dat maar eens wat. In de tussentijd, we zetten het bier even neer. Het heeft een hele mooie, ja, hoe moet je dat uitdoen? Een heel mooi, bijna amberkleurig, honingkleurige, honingachtige kleur. Als je met licht houdt, heeft hij inderdaad een hele mooie lichtrode, neigen naar wat oranje tint. Met een heel mooi klein bescheiden pinkje ongeveer. Een net niet witte schuinkraag. En ik ruik al een beetje wat tint hier.
Komt dan een beetje naar voren. Het is een mooi bier om te zien. Het is gewoon echt, het ziet er mooi uit. Vind ik zelf. We gaan eerst maar eens even naar de neus. Het is trouwens jammer dat hij niet opstaat welke vintage dit is, welk jaar, maar hij is tot 3 april 2020 houdbaar. Dat in ieder geval. Jongens, we gaan eens even naar de neus. Je krijgt inderdaad een beetje dat muffe, dusty, stoffige, stalachtige geur. Een beetje dat kelderachtige. Wat je van een lambiek mag verwachten. Een lichte farmhouse noot. Niet zo heftig als je soms bij de echte geuzes ziet, de oude geuzes. Maar het zit er wel een beetje in. En inderdaad een licht zoetje. Mout komt goed naar voren. Je krijgt inderdaad echt wel het idee dat je hier een mout gebaseerd bier hebt. Waar inderdaad de wilde vergisting zijn ding gedaan heeft. Er zit inderdaad een heel mooi subtiel zuurtje in de achtergrond, ook in de neus. Inderdaad, een beetje dat broodmoutachtige komt gewoon mooi naar voren. Rins is een woord dat in België gebruikt wordt voor dat frisse zure. En hij is inderdaad mooi rins. En er komt inderdaad, je merkt wel een licht zoetje ook in de neus al. Het doet me verte een beetje denken aan goede cider. Dat fris-zurige, zoetzurige. En dan heb ik het over goede cider. Het gaat dan niet over gels en dat soort bullshit. Over goede cider. Ja, het ruikt inderdaad gewoon super verfrissend. Oh, trouwens, helemaal vergeten. Het bier is 4,5% in alcohol. Dus is ook gewoon echt een mooi bier voor de zomerdagen. Qua verfrissende, tenminste, wat ik me kan herinneren van de vorige keer. Mooi verfrissend, fris-zurig, zoetzurig. Mooi bier voor 28 graden op het terras. We gaan eens even naar de smaak. Kijken hoe die smaakt. Proost. En net zoals in de vorige keer dat ik hem dronk, dik jaar geleden. De smaak, gek genoeg, doet heel erg denken aan appelsap. Met een heel mooi fris zuurtje. De zoetheid van de kandij. En dat fris-zuurige geeft je echt het idee alsof je in een goede Jonagold of Elstar bijt. Dat soort appelsoetzuurig. Met een licht grondige aardenoot eronderin. Een beetje wat je kan weer gaan denken aan dat kelder. Als je in een echte kelder binnenloopt, heb je wel eens dat muffige, grondenaardige dat je ruikt. Die geur die associeer je dan met wat, dat associeer ik met wat ik hier in de smaak heb. De finish is over het algemeen relatief zoet. Meer zoet dan zuur. En wederom dat, neem maar eens van goede kwaliteit, appelsap, een flinke slok. Dan heb je ook dat zoetige dat achterin je blijft hangen. Dat krijg je bij dit bier ook heel erg. Relatief droog. Of nou, droog? Nee. Het bier vervliegt snel in de mond. Er blijft heel weinig plakken. Er blijft heel weinig hangen. Behalve inderdaad dat zoete van de kandij. Die is heftig aanwezig. Dus je moet wel van een zoetje houden. En dat is ook de reden waarom ik Faro niet heel veel drink. Ik ben over het algemeen geen grote zoete kou. Ik hou veel meer van mijn... dat weten jullie wel, dat kan ik niet nog een keer uitleggen waar ik van hou. Ik ben niet de grootste zoete kaal. Op zijn tijd hou ik van die pastry stouts. Op zijn tijd hou ik best wel eens van een trippel met een lekker zoetje erin. Maar over het algemeen hou ik meer van de bittere smaken. Diep geroosterde smaken, de koffie, de noten, de espresso toon, bittere chocola, dat soort dingen. Daar ben ik gek op. Als ik naar zoetheid zoek, dan zoek ik meer naar de moutzoetheid. Die je bijvoorbeeld terug kan vinden in barley wines en in sommige stouts en quads, dat soort dingen. Dat gedroogde fruit, gedroogde dadels. Dat gezegd hebbende, met op zijn tijd vind ik dus zoiets als dit wel heel erg fijn om even tussendoor te drinken. Het is een keer een verbreding van je palet. Het maakt eens een keer voor wat anders te drinken dan de dingen die je standaard kent. En ja, als je op zo'n zoetje op zijn tijd, zeker als ik hier na de review straks nog even in huis een beetje rondklooi, krijg ik straks wat visite. Ik ben binnenkort geen idee wanneer deze review precies uitkomt, maar dit is 2 dagen voor mijn verjaardag aan. Dus mijn ouders en mijn neefje komen straks langs voor om lekker iets te eten voor mijn verjaardag. Clear straks hier nog een beetje aan, een beetje een kant maken. En dan een bier als dit, rustig door, kleine slokjes nemen. Nou, hartstikke leuk. En dat maakt het gewoon een lekker verfrissend bier. Vergelijken met Geuze en vergelijken met Kriek. Omdat het een lambiek bier is in de oorsprong.
Als je nou echt een grote liefhebber bent van kei, zure, heftige geuzes, ga je dit lekker vinden. Dus wederom heel afhankelijk van wat je voor de rest lekker vindt aan bieren. En als jij echt geen zoete kou bent, als jij echt een hekel hebt aan pastry stouts en dat soort dingen. Als je echt als iemand jou een reep melkchocolade, een reep gewone pure chocolade en een reep 70 en 80% chocolade neerlegt bijvoorbeeld. En jij grijpt automatisch naar de 80 en je laat het melk helemaal liggen. Dan is er een kans dat je dit gewoon niet lekker gaat vinden. Ik zou het toch wel eens proberen. Ook voor de mensen die absoluut helemaal niks hebben met zuurbier. Die zeggen, het is mijn ding niet. Probeer dit eens. Het kan een leuke instap zijn, want er zit een mooi verfrissend zuurtje aan. Wat je kan gaan leren waarderen, omdat het gemaskeerd wordt door dat kandijsuiker. Door de kandijsuiker. Je zult alleen een beetje moeten zoeken, want je zult ze niet heel veel slijterijen denk ik snel zien. Ook al is Lindemans een bekende brouwer. De meeste winkels zullen sneller de geuzes en de krieken neerzetten. Misschien dat ze het wel voor je kunnen bestellen. Er zijn zeker een paar webshops waar je het kan vinden. Dus ik zou zeggen, zoek dit op. Het is niet heel duur. Het is maar een paar euro's een flesje hoor. En je hebt gewoon eens een keer een hele leuke ervaring erbij. En als je het niet lekker vindt, oké. Maar dat gebeurt af en toe. En voor hetzelfde geld gaat er een wereld voor je open. En denk je, hey. Ja. Wat kan ik er nog meer over zeggen? Een cijfer. Ja, ik denk dat ik dit bier tussen de 3,5 en de 3,75 zou geven. Waarschijnlijk gewoon eerder richting de 3,5. Waarom? Is die vies? Nee. Hey, ik vind hem zelf lekker. Waarom dan niet een hoge cijfer? Het bier is niet uitermate complex. Het bier is relatief eentonig, als in zoet, zuurig. De smaken die je beschreven hebt. Jongens, ik ben op breek vandaag. Kun je het merken? De smaken die ik beschreven heb, daar houdt het eigenlijk wel bij op. Dus, ja, ik denk een 3,6 ongeveer. Ik weet eigenlijk niet eens waar die van, wat voor cijfer die op het moment op een tap heeft. Ik probeer zo min mogelijk dat van tevoren te bekijken. Vind ik altijd leuk om blind in te gaan. Dus ja, ik denk ongeveer een 3,6 zou ik hem geven, uit 5. En dat is hem eigenlijk over deze review. Like de video, als je hem heel leuk vond, abonneer je op mijn kanaal. Laat eens wat comments achter. Wat zijn je ervaringen met Lindemans? Heb je wel eens Faro gehad? Wat vond je ervan? Wat is jouw go-to Lindemans? Wat is jouw go-to lambiek bier? Wat is het lambiek gebaseerd bier waar jij echt zegt, die wil ik gewoon eigenlijk continu in huis hebben? Laat het weten in de comments. In de omschrijvingsbox onderaan de video vind je links naar mijn Instagram en untapped in mijn Facebookpagina. Dan zie je bieren die ik niet review, maar wel het een en ander over te zeggen. En ik zou zeggen, tot de volgende review. Proost!